De concertzaal is dan een instrument van het orkest. Alsof je licht bundelt in een lens. Daar komt die energie bij elkaar. Wat ons vak in essentie is, is die puurheid, die echtheid. Een concertprogramma, je beleeft het eigenlijk als een verhaal vanaf begin tot het eind. Als het ideaal is, is het gewoon één gigantische vogel, zo'n orkest. En als er maar eentje in die zaal zit die dit gevoel heeft, is het al de moeite waard. Vandaag zijn we te gast bij Hanneke Nijs, eerste fagotiste bij Fion, of solo-fagotiste, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maakt niet uit. Interessant gespreksonderwerp meteen om te beginnen. De fagot, zeg je? De fagot heeft niet alleen maar één naam, maar in sommige talen heet het ook helemaal anders, het instrument. De bassoon. De bassoon, ja. Weet je een beetje waar de naam eigenlijk vandaan komt? Nou, ik heb me laten vertellen, maar ik weet niet of het helemaal klopt dat het eigenlijk de vertaling takkenbos is. Okay. Ik weet niet uit welke taal dat dan komt. Maar het heeft natuurlijk mee te maken dat het instrument een bocht heeft. Dus het is dubbel gevouwen. Ja. Dus het wordt ook wel eens takkenbos genoemd. Okay. Ik weet niet of dat nou zo leuk is om te vermelden. Maar. Nee, maar het instrument is... vrij groot. Ja. Je houdt het met beide armen, mm-hmm. Maar je hebt er ook nog een verbinding anders met je lichaam. Met een, ja. Ja, hij weegt ongeveer 3,5 kilo. Mm-hmm. Dus je moet hem of aan een tuigje om je nek, om je schouders, of wat andere mensen ook wel eens doen, is hem op je been zetten. Mm-hmm. Dus dan heb je hem zo staan en dan zit je zo. Dat heb ik zelf ook een tijdje gedaan, maar ik vond dat niet helemaal flexibel genoeg. Want als je hem dan hebt ingesteld op een bepaalde hoogte, mm-hmm. En hij zit niet helemaal lekker, dan en je bent aan het spelen tijdens een concert, dan kun je niks meer veranderen. Mm-hmm. Is dus, het voor jou aangenamer om te staan tijdens het spelen of te zitten? Nou ja, sinds ik dus met een tuigje speel om mijn nek en schouders, maakt dat eigenlijk niet zoveel meer uit of je dan zit of staat. Als ik studeer, sta ik altijd. Mm-hmm. En ik vind staand, het geeft wel meer energie, denk ik. Mm-hmm. En je hebt ook, ja, het instrument steunt dan ook bij mij in ieder geval. Dat verschilt misschien per persoon. Precies een beetje zo hier op je heup. Dus misschien dat staand nog wel lekkerder is om hem vast te houden dan zittend. Mm-hmm. Ja. 3,5 kilo is voor een kind best wel zwaar. Zijn er ook kleinere versies van een fagot? Ja, ja, zeker. Verschillende versies zelfs. Je hebt een fagottino. Uh-huh. Klein fagotje dus, ja. Letterlijk vertaald. En die staan vaak in een andere toonsoort. Dus die zijn dan bijvoorbeeld een kwint hoger. Uh-huh. En die zijn echt de helft van het formaat of nog kleiner, zeg maar. Uh-huh. En je hebt, dat is een redelijk recente ontwikkeling, de fagonello. Oké. Okay. En die zit een beetje tussen een fagottino en een gewone fagot in. Ja. En die is echt best wel kindvriendelijk gemaakt. Dus die is in plaats van uit allemaal verschillende stukken, bestaat die uit één stuk. Aha. Dat is eigenlijk toen de fagot ooit ontstaan is, bestond die ook nog uit één stuk hout. Mm-hmm. Dus het is wel weer grappig dat ze daar dan nu voor kinderen naar terug zijn gegaan. Ja. Maar dan, ja, dat betekent dat het dus... Het is weer moeilijk om te bewerken, want je moet gewoon die boring moet je dan om de hoek boren. Of, Hoe ze dat doen weet ik eigenlijk niet. Ze zullen hem misschien wel in stukken maken en vervolgens aan elkaar, maar ik weet niet. En ik heb maar één leerling ooit gehad die daarop speelde. En ze laten het... Eigenlijk is een fagonello een fagot zonder de beker. Dus zonder het laatste stuk, mm-hmm. van de fagot. Wat betekent dat je alle noten kunt spelen behalve de laatste twee. Namelijk de B en de bes. Mm-hmm. Maar dat scheelt een heel stuk in gewicht. Ja. En ze hebben allerlei hulpjes gedaan. Bijvoorbeeld die S-bocht, ja. Die wij hebben. Die is toch zeg maar een extra onderdeel, hè? Wat je erop zet. Ja, dat is wel een tamelijk essentieel onderdeel, net als het riet, maar daar komen we zo wel op. Zo meteen, ja.
Want ja, je hebt daar heel veel verschillende typen en soorten in. Mm-hmm. En daarmee kun je het instrument eigenlijk, nou ja, heel, heel groot gedeelte kun je dat instrument daarmee beïnvloeden, zeg maar. Oké, okay, dus wat je zou zeggen, dat is misschien vergelijkbaar met een stok van een strijkinstrument. Dus, ja, denk ik wel. Het lijkt daar ook vrij klein, maar het is, heeft grote invloed op, ja, klank en geluidsvorming en speel. Comfort misschien ook, weet ik. Voelt, ja, zeker. Heel verschillend. Ja. Ja. En dat is een van de interessante, maar vind ik zelf ook een van de lastige dingen aan fagotspelen, is dat het instrument heeft zoveel variabelen. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk het instrument zelf, de fagot. Mm-hmm. Maar dan heb je nog het S waar je mee kunt experimenteren. En mm-hmm. je hebt de rieten. En binnen een S heb je weer heel veel variabelen. Je hebt het materiaal, je hebt mm-hmm. de vorm, je hebt de lengte. Mm-hmm. En bij rieten heb je ook heel veel variabelen die meespelen. Dus je kunt eigenlijk, ja, je bent nooit klaar met zoeken naar een soort optimale mm-hmm. combinatie, mm-hmm. zeg maar. Heeft het dan ook veel invloed wat temperatuur betreft of weersomstandigheden of zo? Voel je dat bij dit instrument of bij je rieten? Of, ja, bij je rieten heel erg. De rest van het instrument valt wel mee. Tenzij het echt heel koud is of zo, dan voel je wel dat het niet zo goed wil trillen. Ja. Maar vooral de rieten, dat verschilt soms echt per dag. Mm-hmm. Dus dat kan ook best wel lastig zijn. Zeker als je een concert hebt staan en je weet dat halverwege de week het weer gewoon helemaal omslaat. Mm-hmm. Dus wat ik probeer er altijd verschillende te hebben die het doen. En dan als het goed is, blijft er altijd wel eentje over die het doet. Ja, dat is dus het idee. Je moet altijd een hele voorraad hebben. En die rieten, die maak je allemaal zelf? Of wat is het basismateriaal wat je koopt? Dat verschilt ook een beetje per persoon. Het is eigenlijk een grassoort. Mm-hmm. Dat groeit, ja, bijvoorbeeld in Zuid-Spanje of in Noord... Nee, wacht even. Zuid-Frankrijk of Noord-Spanje. Mm-hmm. En dat groeit in pijpjes. Het lijkt een mm-hmm. beetje op bamboe eigenlijk. Maar ik koop het niet meer in pijpjes voor, maar ik koop het zo. Mm-hmm. Dus dan is het pijpje is al in vieren gespleten. Aha. Hou je dit over, hebben ze natuurlijk op de goede lengte gesneden. Ja. En dan leg ik het onder deze machine. Ja. En dat is om het hout te profileren, noemen ze dat. Ja. Dus dan ga ik van deze stap naar deze stap. Aha. Dan haal je de bast eraf. Okay. En het is heel moeilijk te zien, maar je maakt ook een soort kleine inkeping. Ja. Waardoor je het riet kunt dubbel vouwen. Mm-hmm. Dit is een heel slecht houtje. Het is namelijk te hard. Mm-hmm. Nog een vouwvariabele die meespeelt. Je hebt mm-hmm. verschillende hardheden. Dus sommige hout is te zacht, sommige is te hard. Deze is eigenlijk te hard, dus ik kan wel laten zien als het niet breekt. Want ja, je hoort het eigenlijk te doen als hij nat is. Mm-hmm. Je vouwt hem dubbel. Zo. Oh, oké. Okay. Op zo'n manier gaat het. Oh ja, nu gaat hij dus open, omdat hij niet nat was. Aha. Dat is niet de bedoeling, want zoals je ziet, deze rieten, die zitten nog dicht. Oké. Okay. Maar daar komt de naam dubbelriet vandaan. Het is een enkel stukje hout, wat je dubbel vouwt. Vandaar dubbelriet. Dat heeft alleen maar de fagot en de hobo. Klarinet en saxofoon bijvoorbeeld, die hebben enkel riet, dus je hebt één stukje wat ze tegen een mondstuk plaatsen. Mm-hmm. Dat is het verschil. Maar ook bij hen maakt het heel veel uit, hoor, het riet. Nou ja, dus je vouwt het dubbel. Is het hetzelfde materiaal wat hoboïsten ook gebruiken? Of is het voor God anders? Ja, maar ook dat, je kunt ook weer de plantage kiezen waar je het vandaan haalt. Mm-hmm. En dat maakt ook, dus je hebt heel veel verschillende soorten hout. Ja, ik kan me herinneren, ik ben zelf begonnen in Stuttgart te studeren en heb samen gewoond met een hoboïst. Ja. En grappig genoeg, die ook nu in Nederland lesgeeft in Maastricht. Maar die was dus bezeten van het riet maken. En ik had dus tijden waar ik zijn douche niet mocht gebruiken. Omdat wat je zei, dat hout moest dus in water. Moet het voor fagot ook? Ja. Dus
En dan, daarna moest zeg maar alles op de grond, ergens op handdoeken of zo uitgebreid om te drogen. En dat was voor mij een best belevenis. Dan waren dus bepaalde tijden waar ik zijn kamer niet binnen mocht. En dat was dan ja. Zijn passie en zijn, ja, goed, zijn experimenteerveld ook. Dus, ja, dat verschilt echt wel per persoon. Er zijn mensen die vinden het heel leuk, ook om daarmee te experimenteren. Die worden er heel goed in. Mm-hmm. En je hebt mensen die vinden het verschrikkelijk en die kopen ze kant en klaar. Mm-hmm. Ik zit daar een beetje tussenin. Ik koop ze. Andere mensen? Of, Ja, ik praat er wel best wel vaak over met andere. Tenminste, er zijn een aantal mensen met wie ik het er wel over heb. Gewoon, dat is af en toe fijn om even van iemand anders ook te horen. Mm-hmm. Van, goh, hoe doe jij dat nou? Of van elkaar even uit te wisselen soms om te proberen. En dat kan nu niet, hè, in coronatijd. Ja, ja dus ik heb een bepaalde manier die voor mij redelijk werkt. En als ik af en toe denk ik, misschien moet ik toch even een ander houtsoort proberen. Of misschien moet ik toch even net een ander. Dus ik probeer altijd te zorgen dat ik maar één variabele een beetje veranderen om te kijken wat er gebeurt. En als het dan beter wordt, denk ik, nou, dan moet ik dat misschien doen. Het is een systematische zoektocht van Ja, want het gevaar is namelijk, dat kent iedere fagotist en iedere hoboist, is dat je, ja, ik noem dat je van je padje raakt. Ja. En dan ben je het kwijt. En dat is een heel eng gevoel, want dan heb je gewoon niks waar je fatsoenlijk op kunt spelen. Ja. En dan, als je niet oppast, weet je ook niet meer hoe je daar terugkomt. Ja, ja. Dus daar moet je altijd een beetje voor oppassen. Uh-huh. Dus, maar als het lukt, is het ook wel weer mooi. Want het is toch gewoon, het voelt wel heel ambachtelijk, zeg maar. Je maakt echt je eigen materiaal. Ik bedoel, ik ben een leek wat dat hier betreft. Dus ik heb geen idee. Hoe lang gaat zo'n rietje mee? En hoe vaak kan je erop spelen? Ja, als je er meerdere hebt die je een beetje afwisselt, dan kun je wel een paar weken met dezelfde rieten doen. Ja. Het komt er in de praktijk wel vaak op neer dat ik in een orkestweek er toch eentje wel het lekkerst vind. En dan uiteindelijk, vooral, zeker als de concerten komen, vooral dat riet gebruik. En dan is die gewoon in één week eigenlijk opgespeeld. En dan moet je ondertussen dus proberen te zorgen dat voor het volgende orkestprogramma wat er komt, dat je iets nieuws in aanloop zeg maar hebt. Ja, ja, ja. Dus ik probeer altijd te werken met een soort pijpleidingssysteem. Ja, sommige fases. Ik ken ook een vagotist die heeft het altijd over een familie. En je moet baby's hebben en pubers en adolescenten en grootouders, zeg maar. En dan moet je even soms op het juiste moment de juiste pakken, zeg maar. Ja. Cool. Ja, dat is natuurlijk iets heel technisch, iets heel ambachtelijks. Ik zie nu ook, nu we er toch bij zijn, twee machines hier op tafel staan. Zou je het verschil kunnen noemen? Kan je hetzelfde ermee doen? Nee, ik heb er twee. Er zijn ook mensen die hebben er drie. Mm-hmm. Maar deze is dus, dat heet profileermachine. Mm-hmm. Dus daar haal ik de bast mee eraf, zodat het er zo uitziet. En dan ga je deze houtjes in model snijden. Mm-hmm. Nat maken, dubbelvouden, vouwen en in model snijden. Want je ziet dat deze is niet meer recht. Mm-hmm. Dus ik heb het over een mal gevouwen en bijgesneden. Nou, dan laat ik het weer drogen. En dan bind ik het op. Dus dan doe ik het op zo'n pinnetje. Mm-hmm. Ik doe die ijzerdraadjes, koperdraadjes. Ik gebruik bloemendraad. Sommige mensen gebruiken koperdraad. Dat is weer een variabele die je kunt kiezen. Ik weet niet of het anders klinkt, maar nou, het voelt anders. En de dikte anders maakt ook uit. Uh-huh. En dan heb je dus dit. Vervolgens doe ik er, sommige mensen laten het zo met vier koperdraadjes, maar ik doe er zelf altijd touw omheen. Mm-hmm. Dat zorgt ervoor dat de lucht minder snel gaat lekken langs de zijkant. Mm-hmm. En het zorgt er ook voor dat mocht het riet per ongeluk vallen, dan valt het met het zwaarste punt, dus het bolletje, valt het naar beneden en wordt hij niet beschadigd. Ja. En ja, ik vind het zelf het leukste onderdeel, want je kunt nog een beetje creatief zijn met de kleuren. Dus ik heb een hele doos vol met kleuren. En het ziet er leuker uit, zoals je ziet. Dan heb ik, maar ik bind ze steeds op per drie. En
Die drie hebben ook dezelfde kleur en ik hou dat bij in een boekje. Mm-hmm. Schrijf ik precies op wat ik heb gedaan, welke houtsoort het is, van wanneer het is, nou ja, of er eventueel bijzonderheden zijn, of ik bijvoorbeeld één variabele een beetje heb veranderd om te kijken wat er gebeurt. En dan kan ik later ook heel makkelijk herleiden van welke batch, zeg maar, een riet afkomstig is. Mm-hmm. Plus, ik vind het wel handig als ze niet allemaal hetzelfde uitzien, dan kun je gewoon beter onthouden welk riet je aan het spelen was. Ja, ja. Dus komen we bij deze machine. Dit zit nog dicht. Mm-hmm. Nadat ik er een touwtje om heb gedaan, maak ik het weer nat en dan snij je het open. Mm-hmm. Dus ik snij het gewoon hier door en dan is die dus open. Dan heb je dit. Okay. Is die open. En dan is die nog wel veel te dik. Dus dan trilt die nog helemaal niet. Dat is het uiteindelijke doel van zo'n dingetje. Dat die goed moet trillen, ja. Zodat de lucht in beweging gebracht wordt. En dat geeft het geluid van het instrument. Ja. Dus als ik op die rest van het instrument die geeft alleen maar resonantie eigenlijk. Precies. Ik laat dat kinderen wel eens proberen bij een instrumententuin. Dan zeg ik, nou, blaas dan maar op zonder rietje. Uh-huh. Heel flauw en dan komt er dus helemaal geen geluid uit. Ja. En dan heb je echt, dit is wat het geluid maakt. Maar deze moet ook nog in vorm gesneden of bijgewerkt. Dus dat doe ik met deze machine. Uh-huh. Die heeft een mal erop zitten. Deze. Uh-huh. Dus je schuift het riet erop. Ga ik nu niet doen, want het is droog. Gaat hij kapot. Je schuift het riet erop en dan kun je hem zo bijschaven, zeg maar. Ja, ja. Zo ga ik. Je moet aan twee kanten, dus hij eraf vuur de andere kant ook. Ja. En hopelijk, dat hoop ik altijd dan maar, dat hij dan inmiddels in ieder geval trilt. Mm-hmm. Als hij echt niet trilt, dan is dat geen goed teken. Dan is en het dan waarschijnlijk. Nou, soms, ja. En vanuit mijn idee is een beetje, of wat ik probeer, en meestal lukt het ook wel, dat dit, als het onder de afwerkmachine is geweest, mm-hmm. dat ik er in ieder geval een beetje op kan spelen. Mm-hmm. En dan is het zeker nog niet goed genoeg voor een repetitie of een concert. Mm-hmm. Maar daarna moet ik steeds spelen en een beetje met de hand, met een mesje of met een veldje of met een schuurpapier. Dus in principe, naarmate wat je voelt, werk je bij. Dan de rest gaat dan dus ook een beetje op intuïtie? Ja, en dat is, moet je echt wel honderden keren gedaan hebben. Wil je daar een beetje gevoel en feeling bij krijgen. Want ook op het riet zijn weer allerlei gebieden. Vandaar, dat is voor de hoogte, dat is voor de laagte, dat is voor de flexibiliteit. En die rieten die moeten gewoon heel goed in balans zijn. De onderlinge verhoudingen moeten kloppen. Aha. Voor jou, dat is ook best wel persoonlijk. Mm-hmm. En dan kun je er goed op spelen. Fantastisch. Het is natuurlijk een heel essentieel onderdeel van de fagot. Ja, nou ja, maar je moet het zo zien eigenlijk. In ieder geval van het werk thuis, want je moet natuurlijk ook studeren. Ja. Dus echt de helft van mijn werk is die rieten maken. Is die rieten maken. Ja. Dus eigenlijk best wel stil thuiswerk. Ja, nou, je moet ze op een gegeven moment ook proberen. Hè? Dat is best wel irritant hoor, want dan hoor je dat. En dan weer even spelen. Want dat heet kraaien als je op de riet blaast. Ja. Daar kun je al heel veel aan voelen. Dus dat doe ik dan elke keer. Ja. Helemaal stil is het niet. De fagot die jij hebt, is een nieuw instrument, een oud instrument? Hoe zit dat? Ik geloof dat die van mij uit 1987 komt. Aha. Het is 1 jaar ouder dan ik ben. Ja. En maakt het veel uit? Gaat zo'n instrument slijten? Fagotten, als je ze goed onderhoudt, slijten ze niet. Mm-hmm. Gelukkig. Want het zijn van de blaasinstrumenten wel echt. Is niet goedkoop, een goede fagot. Uh-huh. Maar gelukkig, als je een goede hebt en je zorgt er goed voor en je laat hem regelmatig onderhouden, uh-huh. dan kan die je hele fagotcarrière meegaan, zeg maar. Ja. Wanneer ben je begonnen met fagot spelen? Toen ik 14 was. Uh-huh. Ik heb heel lang blokfluit gespeeld. Aha. En toen op een gegeven moment ook nog piano erbij. Mm-hmm. En toen was ik 14 en ik wilde heel graag in een jeugdorkest spelen. Mm-hmm. En mijn vader die heeft vroeger heel veel hobo gespeeld. Inmiddels doet hij dat niet meer. Maar hij was een goede amateur. Ja, ja. Dus hij zei, is hobo niet wat voor jou? Uh-huh. Maar ik wilde liever niet hetzelfde als wat mijn vader heeft gedaan. maar hij had dat wel slim bedacht, want ik wilde ook zelf wel graag een blaasinstrument. Uh-huh.
Dus ze zei, weet je, kies maar voor God, want daar zijn er niet zoveel van. Mm. En dan kun je zo in no time in een jeugdorkest meespelen. Ja. En dat was ook zo, want ze hebben in jeugdorkesten chronisch gebrek aan fagotisten. Dus zodra je een paar noten op zo'n ding kan, dan zeggen ze, kom maar. Welkom. Ja. Ja. Ja, en zo ging het ook. Dus ik speelde een half jaar fagot. En toen zat ik al in het Drechtstede Jeugdorkest in Dordrecht. En dat heeft je natuurlijk ook een enorme boost gegeven om ermee door te gaan. Hè? Ja, zeker. Zeker. Wat heb je nog voor herinneringen van die eerste jeugdorkesttijd? Nou, met het Drechtse Jeugdorkest zijn we op tournee geweest naar Praag. Dat was mijn allereerste tournee. Het was hartstikke leuk. En even kijken, vervolgens ben ik naar het Rotterdams Jeugdorkest gegaan. Mm-hmm. Dat was een beetje jeugdorkest plus studentorkest. Mm-hmm. En toen al gauw naar Viotta Jeugdorkest in Den Haag. Mm-hmm. En toen zat ik inmiddels ook al op het conservatorium. Mm-hmm. Zat je in zo'n vooropleiding? Of ja, ik heb... Eigenlijk, want toen ik begon natuurlijk op mijn 14e met fagot spelen. Mm-hmm. Dus nou, op mijn 18e moest ik gaan studeren. En ik vond dat nogal snel. Na 4 jaar conservatorium had wel gekund. Maar het zat op de een of andere manier niet helemaal in mijn hoofd van dat ik echt muzikus wilde worden. Mm-hmm. Dus toen ben ik naar een open dag gegaan van de universiteit in Leiden. Mm-hmm. En daar had je zo'n... in de Pieterskerk zo'n ja, open dag met alle studies. En ik liep daar binnen en ik zag al gauw, daar stond iemand van het conservatorium. Ik denk, huh, wat is dit? En wat bleek nou? Je kon een combinatie doen. Je kon studeren in Leiden en dan practicum musicae, heet dat. Mm-hmm. Op het conservatorium in Den Haag. Dus dan mocht je 3 jaar een soort minor of bijvak aan het conservatorium volgen. En dat was dan een fagotles in mijn geval. En ook wat basis theorielessen. Mm-hmm. Dus ik ben dat gaan doen. Ik ben orthopedagogiek gaan studeren. Okay. Aan de Universiteit Leiden. Ja. Vond ik ook heel leuk. En ik ben ook heel blij dat ik dat heb gedaan. Gewoon die ervaring van een andere studie. En bijvak van God. En dat bijvak van God, dat mocht natuurlijk maar 3 jaar. En in die 3 jaar is eigenlijk de balans van hoofdstudie en bijvak is helemaal compleet omgedraaid. En dat is helemaal natuurlijk gegaan. Ja. Ik wilde doorleren met fagot. Ik had nog steeds niet het idee dat ik muzikus wilde worden. Maar ik dacht, ja, er is nog meer te leren. Ja. En ik kan ook niet meer terug naar de muziekschool nu. Ja, precies. Dus dan maar hoofdvak of zo. Ja. Zo ben ik doorgerold, zeg maar. Aha. Ik heb wel de bachelor van die studie in Leiden wel afgemaakt, anders vond ik dat ook zonde. Dus ik heb 1 jaar echt dubbel gedaan, dat was best pittig. En toen helemaal voor het conservatorium gegaan eigenlijk. Mooi, mooi, prachtig. En dan op een gegeven moment, ja, als je op conservatorium zat, dan is het natuurlijk ook zo'n beetje van, wat doe ik er na dat ik mijn studie heb gedaan. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Was het een pittig gevecht of nee, een gevoel van laat eens kijken wat gebeurt als ik politie doe? En, dat was het, want het gevecht heb ik wel gezien om mij heen van sommige mensen, maar ik heb dat zelf eigenlijk nooit zo ervaren, omdat ik zat in het derde jaar van de bachelor en toen was er bij dit orkest, bij het Orkest van het Oosten, een proefspel. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou weet je wat, laat ik eens kijken hoe zoiets gaat. Mm-hmm. Voor het geval dat ik ooit echt besluit om zoiets te willen. Dus ik liep daar rond en ik riep ook heel hard, jongens, ik doe voor spek en bonen mee. Ja. Dat voelde voor mij ook echt zo. Mm-hmm. Ik dacht, gewoon eens even kijken. Nou, toen stond ik zomaar in de laatste ronde. Uh-huh. Dus dat vonden mensen ook niet zo leuk dat ik heel hard had geroepen dat ik voor spek en bonen. Dus dat mocht ik daarna ook nooit meer roepen. Dus dat heb ik daarna ook nooit meer gedaan. Ja. Maar, Maar aan de andere kant, je merkt natuurlijk daarbij ook, dat is een psychologisch spel. Nee? Dus als je heel erg onder druk zet, wordt het er niet altijd beter op. Dus, Nee. En sinds dat ik heb de baan toen niet gewonnen hoor. Er waren toen twee andere mensen die proeftijd hadden gekregen. Maar ik werd wel vaste remplaçant op tweede fagot. Dus sinds dat ik in mijn derde jaar bachelor zit, nou dat is al best wel, ik weet het niet eens hoe lang geleden. 2011 denk ik of zo. Werd ik hier vaste remplaçant in Enschede.
En de twee mensen die toen de proeftijd hebben gekregen, die hebben om allerlei verschillende redenen de baan toch niet gekregen of genomen, geloof ik. Dus toen was er 2 jaar later weer een proefspel. Ja. Maar goed, toen had ik natuurlijk al 2 jaar heel veel in Enschede gespeeld. Ja, ik kende inmiddels de collega's. Ik had het daar hartstikke naar mijn zin. En toen dacht ik, ja, maar nu wil ik hem. Ja, dat moet je natuurlijk anders. Dus dat is het enige moment waarop voor mij het gevecht een beetje om de hoek kwam kijken. Ja. Ik zat toen inmiddels in mijn eerste jaar van de master. Ja. Ik studeerde toen bij Dorian Cook. Die ken jij. Het is nog hier, ja. Die heeft ook even hier in het orkest gezeten. Ik heb samen met haar, zij heeft me daar heel goed in geholpen, proefspel voorbereid. Ik heb een maandje keihard gestudeerd. Mm-hmm. En toen ook een gezonde dosis geluk gehad. En goed mijn best gedaan. Oh, en toen is het gelukt. Hebben, ja. 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 Fantastisch. Ja. En nu heb je het leven waar je altijd van droomde? Of ik andersom. Ik redeneer het een beetje andersom. Want je hoort bij een jongere generatie van collega's van het orkest. En daar heb je het natuurlijk ook nog over dromen voor de toekomst. Wat doe je ermee? Of misschien ook over alternatieve wegen. Nu heb je al iets verteld wat heel interessant is, want je bent eigenlijk met een hele andere weg begonnen en dan bij Van God uitgekomen. Dus ben je een veelzijdig, inzetbaar, ik zeg maar, een iemand die functioneert altijd nog iets anders te doen, anders te kijken, of ben je op een gegeven moment gefocust op dit is mijn weg, dit is alleen waar ik mij verder in wil verdiepen en door wil gaan? Mm-hmm. Ik sta altijd wel open voor om mezelf door te ontwikkelen. Mm-hmm. En dat kan natuurlijk op heel veel vlakken. Dus op Van God gebied probeer ik dat zeker ook. Ik probeer echt goed te blijven studeren. Mm-hmm. Het is wel anders. Als je op het conservatorium studeert, dan probeer je een zo hoog mogelijk technisch niveau te krijgen en je spel op zo goed mogelijk niveau te krijgen en natuurlijk voor te bereiden op audities. Als je in het orkest zit, ontwikkel je ook. Mm-hmm. Als je daar een beetje je best voor wil doen. Alleen dan zit het hem een beetje op andere vlakken. Ja. Dan ontwikkel je in samenspel, opbouw van repertoire. Op hoe bereid ik een solo voor? Ja. Hoe doe ik dat allemaal met die rieten? Ja, je moet natuurlijk op een gegeven moment ook sneller voorbereid zijn. Hè? Precies. En hoe bereid ik me voor terwijl er al een ander programma loopt? Ja. Hoe verhoud ik mij tot mijn collega's, tot mijn Van God groep? Ja. Ik ben natuurlijk aanvoerder, dus dat moet je ook een beetje leren. Ja. En toevallig is er een vacature al echt een tijdje. Mm-hmm. Voor tweede Van God. Dus ik heb best wel wisselende mensen naast mij. En dan is het best wel een truc om dat een beetje goed te laten verlopen, mm-hmm. zeg maar. En je vroeg net van, heb je nu helemaal je droompositie? Ik vind het wel een grappige vraag, want ergens ja, zeker wel. Ja. Ik vind het een heel fijn orkest. Ik vind het. Ik heb het gevoel dat ik op mijn plek zit. Mm-hmm. En ik ben natuurlijk nog redelijk jong, dus ik zie ook om mij heen andere jonge mensen die echt dolgraag zo'nzelfde plek zouden willen hebben als wat ik heb. Ja. En je hebt natuurlijk de gemakken van een vaste baan, dus daar ben ik allemaal heel blij mee. Wel vind ik het zo dat, toen ik nog maar net in het orkest zat, ik zat nog in mijn proeftijd geloof ik, toen kwam er een forse bezuinigingsronde aan. Mm-hmm. Dat weet jij ook nog goed. Dat was voor ons natuurlijk allemaal heel spannend of het wel goed zou gaan met het orkest, met alle collega's. We hebben salaris ingeleverd. Het had ook zijn impact op de werkwijze van het orkest. En dat voel je natuurlijk soms als speler ook. Ja. Ik kan me ook herinneren, we hadden het daar een keertje over hoe het eigenlijk is. Hoe vaak je ook moet worden uitgedaagd. Nee? Dus, precies.
Ja, daar wilde ik inderdaad een beetje naartoe. Van, ja, de uitdagingen zijn er wel, maar voor mij zouden ze soms best wel in een hogere frequentie kunnen langskomen. Dus ik heb wel een beetje de hoop, nu we natuurlijk Fion geworden zijn en het van twee orkesten één orkest maken, dat we wel weer meer mogelijkheden krijgen. Ja, misschien kan je ook nu meteen een paar uitdagingen noemen voor een eerste fagotist. Wat zijn werken waar je heel erg naar uitkijkt, waar je denkt van, nou, dit is, daar kan ik mijn instrument ook en mijn kunnen, mijn mogelijkheden tot recht brengen. Nou, een van de leukste dingen die ik tot nu toe heb gedaan bij het orkest was Shostakovich 9. Mm-hmm. Daar zit een hele grote fagotsolo in. Mm-hmm. En ja, dan ga je echt weken van tevoren rieten maken, studeren. Maakt het speciaal om Shostakovich te spelen voor jou? Ik heb het vaak zo ervaren dat soms ziet het er heel eenvoudig op papier uit en het voelt heel anders. Omdat ik vind het soms een beetje gecomponeerde eenzaamheid ook. Dus je kan heel alleen zijn met zo'n solo. Is het bij de negende van Shostakovich ook? Ja, ik heb nog niet zo heel veel Shostakovich symfonieën gespeeld. Maar ik begrijp wel een beetje wat je bedoelt. Zeker met die solo van Shostakovich 9, daar zitten eigenlijk heel veel emotionele ladingen in. En je kunt er ook tegelijkertijd is die heel vrij. Dus het is alleen maar een soort bedje van strijkers. Mm-hmm. En het is echt een soort cadens. Dus je, dus wat dan je goed de werkt. Ruimte om het alle expressie en alle individuele. Precies. Dus daar zit de uitdaging al in. En je moet ook lastige bindingen in. En het hele register wordt gebruikt van hoog tot laag. Het moet heel zacht soms. Mm-hmm. En heel expressief. Dus dan moet je wel echt een soort je eigen verhaal van maken en die ook proberen over te brengen. Dus daar heb ik hele goede herinneringen aan. Dat was, dat vond ik heel leuk. Wat komend seizoen eraan komt, en ik hoop dat het allemaal door mag gaan met deze gekke tijd, is de Bolero. Dat is ook een beruchte solo. Ja, ik vind het wel fijn om af en toe zoiets te hebben, want dan moet daar gewoon weer even jezelf voor op scherp zetten. Klimwand ook. Precies, Daar hoort waarschijnlijk ook de sacre bij, hè? Zeker. Spectaculair, omdat het ook zo hoog en zo zacht moet, hè? Ja. En vooral ook heel alleen is. Ja. En, ja, precies, die hoort ook in dat rijtje thuis. Ja. Ja. Voor mij een van de mooiste fagot soli is natuurlijk, maar dit is omdat ik ook violist ben, is natuurlijk het Beethoven Vioolconcert. Dus, maar het is een manier van schrijven dat eigenlijk de viool het fagot begeleidt en niet andersom. Hè? Dus, het schijnt ook ooit zo in de krant gestaan te hebben. Uh-huh. Toen het heel lang geleden, toen het in het concertgebouw gegaan is met Brian Poldert. Dus schijnt er echt een recensie te hebben gestaan in de krant van het fagotconcert van Beethoven. Ja, dat is, die hebben we trouwens ook gedaan bij het orkest. Die heb ik ook gespeeld. Toen was Isabella van Keulen de solist. Beethoven speel ik sowieso trouwens heel graag. Beethoven 4 hebben we laatst ook nog gedaan. Dat is ook een berucht. Het is maar 3 seconden. Dat is snel, Maar dat is ook een berucht stukje. Uh-huh. Kan je vertellen wat daarin bijzonder lastig is? Of? Ja, de snelheid. En snelheid betekent ook tong? Of, dubbel staccato, ja. Dubbel staccato. Dus je moet dan echt tikken, 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 tikken. En dan, Wat zit hem anders, de virtuositeit in het instrument? Dus vooral je tongbeweging en De grepen zijn bij fagot ook redelijk lastig. Vooral als je in een hoger register komt. Vooral hoe hoger je komt, hoe gekker die grepen worden. Dus als je dan snelle loopjes hebt, dan dat kan best lastig zijn. Mm-hmm. Ja, dus ja, grepen. Ja, soms stemming natuurlijk waarschijnlijk ook. Intonatie, dus, is, En je hebt een bepaalde functie natuurlijk. Binnen de houtblazersgroep is de fagot het basinstrument. En dat betekent dat je toch voor de intonaties van jouw collega's heel veel betekent. Hè? Dus dat die heel erg op jouw stemming leunen. Hè? Het geldt wel nog meer voor tweede fagot. Uh-huh. Dat hij die laagste echt, die heeft de laagste. Maar inderdaad, zeker. Het is, ik zie van God dat als een soort
verbinder tussen verschillende instrumentgroepen. Want het verbindt dus. Wij mengen bijvoorbeeld ook heel mooi met de horns. Ja. Met de celli, inderdaad, met de altviolen hebben wij dan. Of hetzelfde lijntje, of ja. Dus je bent inderdaad, dat vind ik er ook zo leuk aan. Ja. Je kunt er heel veel kanten mee op. Je hebt soms echt een basfunctie. Bijvoorbeeld als je basse continuo speelt, mm-hmm. bijvoorbeeld in het Weihnachts, Matthäus. Soms heb je mooie tussenstemmetjes. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij Brahms. Mm-hmm. Daar heb je soms hele mooie tegenmelodieën, mm-hmm. zeg maar. En soms heb je echt wel gave solo's, zoals die fragmenten waar we het net over hebben gehad. Ja. Dus dat vind ik zo leuk, dat het elke keer weer anders is. Dus vandaar genoeg uitdagingen? Ja, zeker. Wat sololiteratuur en kamermuziek betreft, wat zijn voor jou de hoogtepunten voor dit instrument? Ik vind het eigenlijk heel leuk om mooie trekjes te spelen. Dus bijvoorbeeld de Mozart pianoconcerten vind ik echt geweldig. Of het Mozart piano quintet voor vier blazers en piano. Dus dat vind ik heel mooi. Of Mozart opera's. Ja, ik weet, daar zit altijd. Hij heeft zo mooi geschreven voor Fagot. Mozart Fagot concert is natuurlijk ook het auditiestuk wat je op elke auditie weer moet spelen. Moet het een speciale verhouding met blaasinstrumenten als een soort rol of persoon te beschouwen? Hè? Dus je voelt een dialoog tussen die karakteren van die instrumenten. Hè? Ook bij een Mozart pianoconcert. Elke, net als een operastem of zo. Hè? Ja, precies. En daarnaast houd ik heel erg van neoclassieke werken. Dus bijvoorbeeld Pulcinella van Stravinsky. Mm-hmm. Ik vind Poulenc ontzettend mooi. Dus we hebben een mooi sextet voor kamermuziek met vijf blazers en piano. En ook een heel mooi trio. Dus het is wel voor mij echt, het wordt heel vaak gespeeld door alle, het is voor piano, fagot en hobo. Ja, dat wordt heel vaak gespeeld door iedereen. Want, en terecht, want het is gewoon een heel, heel goed stuk. En barok vind ik geweldig. Dat zo'n beetje, denk ik. Je bent getrouwd met een pianist. Spelen jullie ook vaak samen? Nooit. Nooit? We willen dat steeds zeggen we dat we dat nog moeten doen. Het heeft er wel mee te maken dat hij in principe fortepianist is en dat zijn piano op 4:30 gestemd staat en dat hij. En mijn fagot op 44, dus dat eigenlijk niet samen gaat. Dan zou hij zijn instrument een keer hoger moeten stemmen. Mm-hmm. Of op een gewone piano moeten spelen, dat kan natuurlijk ook. Ja. Het zit wel, we willen dat wel gaan doen. Maar op een manier komt het er steeds niet van. Ja. Maar dat. Maar je noemde het al, en dat is interessant. Ik wil het daarom ook in dit interview meenemen. Omdat hij fortepiano speelt en er is hier in Enschede een hele bekende collectie van instrumenten die wereldwijd wordt gebruikt van Edwin Bunk. Ja. En ik neem aan dat zozeer natuurlijk ook bijzonder trekt. Zeker. Ja, nou het is toeval hoor dat wij nu hier wonen. Ja. En dat Edwin Bunk hier zijn piano's heeft staan, maar het is wel inderdaad ongelooflijk, want hij. Elke goede fortepiano solist die een instrument nodig heeft, die bespeelt dat. Edwin die gaat ze toch brengen. Dat hebben we vaak niet, dat het hier bestaat. Hij komt ze ook wel eens brengen bij ons bij het orkest, hè? Met opera's. Hij komt ze ook net zo goed in Keulen brengen of zeker. Ook ter wereld. Ja, klopt. José is regelmatig bij Edwin ook wel eens. Want hij heeft zoveel piano's staan dat zijn vrouw, Rico, fortepianiste. Dat hij ze niet eens allemaal kan bespelen. Dus Edwin heeft al meerdere keren gezegd van José, kom maar. Het belang bij dat José ook. Hij zei kom maar, want dan kun jij ook een beetje die instrumenten. Ja, die moeten toch bespeeld worden. Dus dat doet hij ook wel eens. Want José heeft hier één piano thuis, een kopie van een Walter. Maar dat heeft maar een beperkt bereik. Dus als hij de latere Beethoven symfonie wil spelen. Dan past het niet, dan mist hij de laatste paar noten. Ja. Dus dan gaat hij soms bij. Dan gaat hij soms daar. Ja, naartoe. Heerlijk. Ja.
aan het onderwerp. Je doet ook nog iets heel anders. Shiatsu massage. Hoe ben je daarbij gekomen? Wat is het eigenlijk? Wat is het? Ja, precies. Nou, ik zal eerst uitleggen wat het is. Het is een van oorsprong Japanse, eigenlijk een soort body-mind techniek. Het is voornamelijk massage, maar er hangt wel iets meer aan vast. Mm-hmm. Het is gebaseerd op de Chinese geneeswijze, de traditionele mm-hmm. Chinese geneeswijze. Heeft met drukpunten te maken, dus dezelfde punten die je bij acupunctuur ook gebruikt. Mm-hmm. En het heeft te maken met de stroming van de energie, zeg maar. En klinkt heel zweverig, maar dat is het absoluut niet. Mijn docent is ook een hele nuchtere Finse, mm-hmm. Finse vrouw. Hoe ik erbij ben gekomen. Dat is dus, moeten we even terug naar dat hele bezuinigingsgedoe van een paar jaar geleden. Dat was het moment dat heel veel collega's een andere studie erbij gingen doen. Gewoon omdat ze wel moesten. Omdat ze dachten, straks heb ik geen baan meer. Ja. Of moet ik mijn inkomen aanvullen. Ja. Dus, en in het begin had ik daar best wel weerstand tegen. Want ik dacht, ik ben jong, ik ben net begonnen. Ik wil in de muziek. Ik red me vast wel. Of in ieder geval, ik wil me redden. Want ik ben hier net mee begonnen. En ik ben hier nog lang niet mee klaar. Mm-hmm. Bovendien dacht ik ook, als iedereen straks alleen maar met zijn neus in de studieboeken gaat zitten, dan is dat misschien ook niet al te bevorderlijk voor het orkest wat er nu nog wel is. Ja. Dus ik had daar een beetje moeite mee op een bepaalde manier. Maar goed, er was wel een mogelijkheid, want er is ook een fonds voor die het deels vergoedt. Ik dacht, als die mogelijkheid er is, is het misschien ook zonde om het te laten lopen. En toen kwam ik, toen wist ik eerst ook nog niet zo goed wat ik wilde. Toen kwam ik op een gegeven moment op de website van Hands on Tao, heet het. Mm-hmm. Shiatsu Instituut, zit in Wageningen. En ik zag die website en dacht ik, dit klopt precies. Dit heeft er maar, ik ben ontzettend geïnteresseerd in die bestaat al duizenden jaren. Dus ik was gewoon heel benieuwd van, Maar het had niet een speciale achtergrond met het instrument zelf bespelen. Want dat komt natuurlijk ook vaak als motivatie van muzici. Want er zijn meer muzici die met Alexander Techniek, Feldenkrais, het waren een paar dingen. Ik had zelf wat vage klachten westerse geneeskunde moeilijk een antwoord op had. Mm-hmm. Maar waar ik wel last van had. Inderdaad, spelen is best fysiek zwaar. Dus, mm-hmm. dus er zijn, ik heb zelf ook, dat zo'n vergod hangt aan je schouders. Dus iedereen van ons kent het. Jouw lichaam ook een beetje wordt best wel belast, zeg maar. Belast, eenzijdig soms ook. Ja, dus inderdaad, ik heb zelf af en toe last. Ik zie ook heel veel collega's die dit af en toe hebben. Ik masseerde af en toe al, maar ik dacht, ik wil dat beter leren. Mm-hmm. En toen zag ik die website, toen dacht ik, dit klopte voor mijn gevoel allemaal precies. Want dat had ook nog te maken met hoe bewaak je je eigen energie, zeg maar. Mm-hmm. Want dat is in een orkest soms ook best heftig. We zitten heel dicht op elkaar. Dat mm-hmm. spelen ook vaak wel heftige dingen soms. Ja. Dus ik had daar soms het gevoel dat ik ook daar een beetje op leeg liep. Dus dan, dus bij deze opleiding leer je ook, hoe blijf ik bij mezelf, zeg maar. Mm-hmm. En hoe onderhoud ik mijn eigen lijf en hoe kan ik anderen daarbij helpen? Er mm-hmm. Zit ook nog een stukje voedingsleer aan vast, wat ik heel interessant vind. Mm-hmm. Dus ik ben dat gaan doen en ik ben echt heel blij dat ik dat heb gedaan. Mm-hmm. Want ik dacht namelijk, dit is iets waar je ook beter van gaat spelen. Waar ik in ieder geval zelf beter van ga spelen. Mm-hmm. Want ik zit beter in mijn lijf, zeg maar. En het grappige is dat bij shiatsu, ze zeggen dat geef je vanuit de hara. Dat is je buikcentrum. Mm-hmm. En bij blazen doe je eigenlijk feitelijk precies hetzelfde. Ja. Dus ik kwam erachter dat er gek genoeg heel veel raakvlakken zijn tussen het musiceren en het beoefenen van shiatsu. Mm-hmm. En dat is, ik gebruik het als een soort zijpaadje. Dus fagot is wel echt het belangrijkst. Maar daarnaast geeft het me ontzettend veel
inspiratie en ook ontspanning om af en toe even naar dat zijpaadje te gaan. Mm-hmm. En daarna met frisse moed weer aan de rieten te gaan of te studeren of wat dan ook. Dus ik vind het heel fijn om dat zo naast elkaar te laten lopen. Er zijn inmiddels best wel wat collega's al geweest die af en toe komen voor een behandeling, zeg maar. En dat, ja, dat plant ook heel makkelijk, want je kunt dat helemaal om de orkest dingen heen plannen. Ja, ja. Dus ik ben heel blij met die combinatie. Ja. Ik ben er nog steeds mee bezig. Ik moet als het goed is nog 2 jaar. Ik ga kijken of ik het allemaal afkrijg. Die opleiding. Die opleiding, ja. Ja. De ontwikkeling van die vaardigheid, hoe moet je dat voorstellen? Dus hoe train je? Vlieguren maken. Vlieguren maken. Dus, ja. En dus. Hoe verandert het gevoel daarvoor? Is het dan ook weer iets, je zegt van aan de ene kant, ja, je bent erachter gekomen dat iets heeft van het blazen, zeker van het lichaamscentrum. Hè? Dus ja, het heeft te maken met een soort lichaamsbewustzijn, met een soort ontspannen, maar tegelijkertijd ook geconcentreerd energie, zijn en energie hebben. En het grappige, bij muzici zijn handen heel belangrijk. Ik bedoel, dat weet je ook. Ze zijn ook ontzettend getraind. Dus dat kun je ook doen als je iemand behandelt, zeg maar. Dus ik heb ook wel het idee dat zich nog verder ontwikkelt. Dat je wel steeds meer onnieuwe handen begint te voelen, zeg maar. Dat vind ik ontzettend interessant. Ja. José is afkomstig uit Chili. Mijn man, ja. En dat is ook de afkomst, of misschien kan je er even nog iets over vertellen. We gaan zo meteen ook nog een muziekje spelen. En dat is gecomponeerd van een Chileen. Ja, hij woont in Chili. Hij woont in Chili, oké. Het is van Silvinas Smalis, als ik zijn naam goed uitspreek. Oorspronkelijk komt hij uit Oost-Europa, mm-hmm. maar hij werkt nu als eerste fagotist in het orkest in Santiago in Chili. Mm-hmm. En het is toevallig een vriend van een vriend van ons. Mm-hmm. Dus wij waren een paar jaar geleden in Chili op familiebezoek en we gingen 6 weken. En ik wilde mijn mooie fagot niet helemaal meeslepen, want dan moet ik er de hele tijd op letten, daar had ik geen zin in. Dus, maar 6 weken vond ik wel erg lang om helemaal niet te spelen. Dus toen zei een vriend van ons, joh, maar ik ken wel een fagotist. Ik vraag wel even of hij je niet kan helpen. Dus hij had toevallig nog wel een studieinstrument over. Mm-hmm. Dus hij zei, nou, die leen ik je wel even. Dus toen heb ik hem ontmoet daar op het conservatorium, want daar waar hij ook les geeft. Het was een hele leuke ontmoeting. En nou, echt heel vriendelijk, want hij heeft mij gewoon zo een instrument meegegeven van hier, alsjeblieft, veel plezier ermee. En over 2 weken of zo krijg ik hem wel weer terug. Of het veel zin had, eerlijk gezegd, ik weet het niet, want het is zo instrumentgebonden. Waar ik het stiekem vooral voor gebruikte, is dat ik dan eventjes af en toe tegen de familie kon zeggen, ik moet studeren. En dan deed ik even de deur achter me dicht en dan had ik even ook een soort van rust, zeg maar. Ja. Maar dat is wel leuk, zo heb ik hem leren kennen. En hij schrijft heel veel muziek, voornamelijk voor fagot, voor meerdere fagotten. Mm-hmm. Maar ook voor fagot in combinatie met iets anders. Dus ik heb toevallig een paar jaar geleden met Erik, onze contrabassist, aanvoerder, al een stuk van hem gespeeld. Mm-hmm. Ik heb in deze coronatijd een ensemble opgericht, tijdelijk eventjes, denk ik, met 3 celli mm-hmm. en fagot. Dus daar spelen wij de fagotkwartetten die Silvinas heeft geschreven, maar dan met 3 celli en fagot. En nu gaan wij dan een barokduo spelen. En Silvinas, hij schrijft in alle stijlen, dat vind ik zo leuk. Hij kan van barok tot klassiek, tot tango, tot zelfs rock. Ja. Maar dan niet voor viool? Nee, volgens mij niet. En het is ook nog allemaal geloofwaardig. Ja. Ik vind dat wel knap als je dat kan. Ja. Dus ik put best vaak uit de muziek die hij schrijft. Ja. Ja. Ja, en natuurlijk fantastisch voor onze interview als afsluiting. Ja. Omdat je er dan ook iets persoonlijks en meeneemt, waar je er nog verhaal bij hebt. Precies, ja. Heel veel dank voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan. Ook bedankt. Samen muziek te maken. Ja, ik ook.